We hebben gezien dat niet alle studenten evenveel kansen hebben. Dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om ook te blijven leren na zijn opleiding. Dat de opleiding inderdaad echt beter moet aansluiten op het werkveld, zodat studenten gewoon weten wat ze te wachten staat later. Maar ik moet er echt bij zeggen dat we ook in de afgelopen 4 maanden, want dat is hoe lang we nu bezig zijn, zo ontzettend veel mooie inspirerende verhalen hebben gehoord. Wat me opvalt is dat er nog steeds veel studenten zijn die nog niet voldoende uitgedaagd worden in het beroepsonderwijs. En ik denk dat dat een gemiste kans is. Ik denk dat als je de lesmethode nog net wat kan aanscherpen of op de leefwereld van de jongeren kan komen, dat je ook hen kan uitdagen en dat zij ook het nut zien van de opleiding. Ik had moeite om te kiezen, ja. Ja, dat kwam doordat ik echt gewoon te weinig begeleiding had gehad op mijn middelbare school. En met name ook, ik had geen goed beeld over het beroepenbeeld en we werden niet te vaak naar het beroep gebracht. Ik ben zelf natuurlijk bezig met de oplossing Klaar voor de Start. En ik ben heel erg enthousiast om met deze oplossing van start te gaan, omdat ik gewoon zie dat jongeren vaak gewoon niet weten welke beroepen er zijn, wat de baankansen zijn. En ik wil heel graag jongeren helpen om ze daar beter over te informeren, zodat zij een betere studiekeuze kunnen maken en ook happier in hun vel zitten wanneer ze aan een opleiding starten. Uit ons onderzoek blijkt dus dat studenten met van niet-westerse komaf vele malen moeilijker aan de stage komen. Dat ze zelfs tot 5% minder kans hebben om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek. Enorm slecht, vooral als je ziet dat voor mbo-studenten een stage cruciaal is om de opleiding af te ronden. De eerste reactie is natuurlijk boos zijn. De tweede reactie is, in plaats van boos zijn kun je beter al die energie stoppen in een mooie oplossing. Om het beroepsonderwijs en de positie van die groep te verbeteren. Ik heb een koffer meegenomen, ik heb ook een boekje gekregen. Ik ben ontzettend vereerd dat ik dat mocht doen. Hekje les heb ik meegenomen. Daar gaan we inderdaad binnenkort een pilot mee starten. Ze komen als eerst bij mij in de les en dan word ik de eerste docent die het moet gaan doorgeven bij zijn collega's. Dus heel erg spannend. Het probleem op dit moment is dat voor een hbo, als je naar de PABO wil doen, dat je nu de toelatingstoetsen moet doen. Die is in 2015 is dat ingevoerd. En op de HAVO raak je ongeveer 95% van de doelen aan die je nodig hebt om de toets goed te kunnen afronden. En op een VMBO, MBO, als je die route doet naar het HBO, is dat maar 42%. Waardoor de kans dat je die haalt veel kleiner is dan als je een HAVO-route hebt gedaan. De oplossing is de pre-PABO. Het is een voorbereidingstraject voor MBO-studenten die graag naar de PABO willen gaan. Het wordt gerund door studenten van de leraaropleiding, zoals Buddy hier naast mij. En het heeft heel veel voordelen, dus de mbo-studenten hebben een eerlijke kans om de toetsen te halen. En studenten zoals Buddy krijgen een leuke stageervaring en doen ervaring op met lesgeven op een professionele manier. Ik wil graag docent aardrijkskunde worden en het lijkt me fantastisch om aan mensen die heel graag de PABO willen doen, die gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen waar ze iets mee willen later, om die te helpen dat doel te bereiken. De minister is enthousiast over de denktank in het algemeen. En kent nog niet alle oplossingen, hè. Die zijn vandaag naar buiten gekomen. Een paar zijn al in de media geweest en daar was ze duidelijk enthousiast over. Nou, dat het vooral een hele gemoedelijke, relaxe sfeer heeft. Dus het zitten niet allemaal pakken, stijf te kijken wat de Nationale Denktank nu weer heeft bedacht. Maar het is heel ongedwongen allemaal en dat maakt het, iedereen staat er heel erg open voor volgens mij. Dat vind ik mooi. Ik vond het fantastisch. Ik ben ontzettend enthousiast over de ideeën die ze gepresenteerd hebben. Ik denk dat ze ontzettend goed toepasbaar zijn in het onderwijs. En ik kan niet wachten om ermee te beginnen ook. Op het moment dat we mbo'ers, hbo'ers en universiteitsstudenten bij elkaar zetten, dan gebeurt er gewoon onwijs veel moois. En het zijn zoveel enthousiaste, inspirerende mensen met hele mooie verhalen. Dat is gewoon super gaaf om deel van uit te maken. Dus dat ga ik meenemen voor mezelf. Blijven we verbinding zoeken met elkaar.